Wanneer heeft u weet gekregen van de WEF-complottheorie? Hoi, hoi. Zoals bekend is mijn kernboodschap altijd duidelijk en gericht op vreedzaam en geweldloos verzet. Goedemorgen allemaal. Vulde zaal, goedemorgen meneer Van Meijeren. Goedemorgen. Mevrouw Petkova. Meneer Van Meijeren, voelt u geld nog steeds dat u op vragen geen antwoord hoeft te geven? U moet wel goed opletten. We gaan vandaag uw strafzaak behandelen. Gaat u zitten. Verdachte wordt verweten dat hij tweemaal in het openbaar heeft opgeruid tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag of tot een strafbaar feit. Ten eerste door op 2 juli 2022 de tel tijdens een boerenforum aan te sporen tot gewelddadig verzet tegen ambtenaren van de overheid, mocht het komen tot onteigening van boerenbedrijven. Dit onder meer door het geweldsmonopolie dat bij de overheid rust ter discussie te stellen en te zeggen dat zelfs het wetboek van strafrecht een uitzondering kent op het gebruik van geweld, door te zeggen dat het belangrijk is om strijdlustigheid en strijdbaarheid te laten zien en daarbij het recht op opstand tegen de overheid te benoemen en te zeggen dat als de overheid het geweldsmonopolie misbruikt, we dan te maken hebben met een kwaadaardige, tirannieke overheid die moet vallen. En ten tweede door op 10 oktober 2022 tijdens een interview in de podcast Compleet Denkers, welke podcast op 13 november 2022 online kwam, aan te sporen tot een gewelddadige revolutionaire oproer die de regering ten val moet brengen. Dit onder meer door te stellen dat het werk in het parlement geen zin heeft en te zeggen dat het in de geschiedenis vaker is gebeurd dat regimes die zich tyranniek gingen gedragen ten val werden gebracht door de bevolking. Dat we de aantallen hebben, dat het kan omslaan in een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken naar het parlement trekt totdat de regering weg is, waarbij dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Dank u wel. Dank u wel, meneer officier. Ja, meneer Van Meijeren, dat is waar u van beschuldigd wordt. En dat weet u ook al sinds de vorige zitting die we hadden in 20 december vorig jaar. Voordat we aan de inhoud beginnen, heb ik begrepen van uw raadsvrouw, ook van een bericht van gisteren, dat u het preliminair verweer wil voeren. Graag. Ja. U wilt dat zelf uitspreken? Graag. Ja, de staatsmedia, de NOS, volledig gefinancierd door de staat en dus volledig afhankelijk van de regering, die NOS heeft een zeer gewichtige en tevens kwalijke rol gespeeld in de onjuiste beeldvorming die is ontstaan omtrent de uitspraken waar ik nu voor vervolgd word. Er is aantoonbaar feitelijk onjuiste informatie verspreid over wat ik gezegd zou hebben, waardoor het publiek is misleid en de publieke opinie is gemanipuleerd ten nadele van mij. Zo verscheen op 13 november 2022, de dag dat mijn interview met dat platform Compleetdenkers online kwam, op de voorpagina van NOS een bericht waarvan de kop en de eerste alinea als volgt luiden. De kop luidt, en ik citeer: FVD-Kamerlid Van Meijeren spreekt over bezetten Tweede Kamer. Einde citaat. En de eerste alinea luidt, ik citeer: FVD-Kamerlid Gideon Van Meijeren zegt te hopen op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer bezet om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met de Belgische website Compleetdenkers. Als u het dossier goed gebestudeerd heeft, en dat heeft u ongetwijfeld, dan valt u direct op dat de kernboodschap van dit bericht, zoals opgenomen in de kop van het artikel en de eerste alinea, feitelijk onjuist is. In werkelijkheid heb ik namelijk helemaal niet gesproken over het bezetten van de Tweede Kamer. Dat woord of iets dat daarop lijkt heb ik überhaupt niet in mijn mond genomen. En ik heb simpelweg niet gezegd dat ik hoop dat een beweging de Tweede Kamer gaat bezetten. Dat hoop ik ook helemaal niet. Wat ik heb gezegd is dat ik hoop dat er een beweging ontstaat
die naar het parlement trekt en zegt, wij gaan hier niet weg totdat de regering weg is, waarbij ik direct heb opgemerkt dat ik hoop dat alles vreedzaam blijft. Dat is nogal een verschil. Het bezetten van de Tweede Kamer is namelijk een strafbaar feit. Vreedzaam naar het parlement trekken is dat niet. Vreedzaam naar het parlement trekken is het gebruik maken van een democratisch recht. Dus een wezenlijk verschil. En toen ik zelf contact zocht met de NOS om ze op deze feitelijke onjuistheid te wijzen, weigerde men in eerste instantie om te rectificeren. En pas nadat ik de druk opvoerde door er een tweet aan te wijden, is de NOS de dag na publicatie van het bericht overgegaan tot rectificatie door de kop en inhoud van het artikel aan te passen en de volgende noot toe te voegen. Ik citeer. Noot van de redactie. In een eerdere versie van dit artikel stond dat Van Meijeren had gesproken over het bezetten van het parlement. Het woord bezetten is door hem niet gebruikt. De tekst is aangepast. Einde citaat. Het kwaad was toen al geschied. Het oorspronkelijke artikel met de foutieve titel en onjuiste inhoud stond zowel op de website van NOS als in de NOS-app urenlang bovenaan op de voorpagina. Dit was dus urenlang het eerste wat de ruim 1,4 miljoen dagelijkse unieke bezoekers van de website en bijna 2 miljoen dagelijkse gebruikers van de app te zien hebben gekregen. En pas een dag later, toen dat artikel al lang was ingehaald door nieuwe actualiteit en ergens onderaan op de pagina stond, werd het gerectificeerd, waardoor slechts een fractie van de lezers nog zal hebben meegekregen dat het oorspronkelijke bericht desinformatie bevat. Ondertussen was dat foutieve bericht al klakkeloos overgenomen door tal van andere media, door politici en door deelnemers aan het publieke debat. Zelfs personen waarvan in het bijzonder verwacht mag worden dat zij controleren wat ik daadwerkelijk heb gezegd voordat zij hier een oordeel over vormen, hebben de desinformatie van de NOS blindelings overgenomen. Zo tweette de minister-president het volgende en ik citeer. Een Kamerlid heeft vandaag gespeculeerd over het verstoren van het democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit. Einde citaat. Als ik daadwerkelijk gesproken zou hebben over het bezetten van het parlement, zou inderdaad gezegd kunnen worden dat ik heb gespeculeerd over het verstoren van het democratisch proces. Met een bezetting zou namelijk de normale gang van zaken en het functioneren van de Tweede Kamer worden belemmerd. Een vreedzame beweging buiten de deuren van het parlement, waarbij het vertrek van de regering wordt geëist, is daarentegen op geen enkele manier aan te merken als een verstoring van het democratische proces. Integendeel, vreedzame demonstraties zijn een essentieel onderdeel van de democratische praktijk, omdat ze een manier zijn om druk uit te oefenen op de regering, wanneer mensen voelen dat andere middelen van politieke participatie, zoals bijvoorbeeld verkiezingen, niet voldoende zijn om hun stemmen te laten horen, of wanneer zij menen dat de regering niet in hun belang handelt. In het NPO-programma Goedemorgen Nederland van 14 november 2020 gaf ook strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops er blijk van dat hij zich bij de beoordeling van mijn uitspraken volledig had laten misleiden door de desinformatie die de NOS een dag eerder verspreidde. In reactie op de vraag aan hem of de uitspraken die ik heb gedaan strafbaar zijn, antwoordde hij, en ik citeer, het gaat om de term bezetten. Einde citaat. Terwijl ik dus uitgerekend die term niet gebruikt heb. Ik noem deze voorbeelden om aan te tonen dat als de minister-president en een gerenommeerd strafpleit al de desinformatie van de NOS overnemen, dit voor gewone mensen niet anders zou zijn. Te meer omdat de NOS volgens onderzoek het nieuwsmerk is waar het Nederlandse publiek het meeste vertrouwen in heeft. Opmerkelijk genoeg. Tot op de dag van vandaag kom ik uitspraken tegen van personen die in de veronderstelling verkeren dat ik heb opgeroepen tot het bezetten van de Tweede Kamer en het om die valse reden terecht vinden dat ik vandaag voor de rechter sta. De publieke opinie omtrent mijn uitspraken is dus ernstig ten nadele van mij beïnvloed, doordat de volledig van de staat afhankelijke NOS de bevolking heeft voorgelogen. En ik realiseer me dat voorliegen een
zware term is, die ik ook niet zou gebruiken als ik rekening hield met de mogelijkheid dat hier sprake zou zijn van een ongelukkige vergissing. Maar aangezien ik niet alleen onvolledig geciteerd ben, maar er ook nog eens schaamteloos een beladen term is verzonnen die ik simpelweg niet gebruikte, er geen hoor of wederhoor heeft plaatsgevonden en in eerste instantie werd geweigerd om tot rectificatie over te gaan, is voldoende aannemelijk dat de waarheid doelbewust, willens en wetens, geweld is aangedaan op een manier die mijn reputatie enorm schaadt en de regering heel goed van pas komt in dit politieke proces. Al met al ziet de rechtbank dus geen aanleiding om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. En daarmee zal de zaak inhoudelijk behandeld worden. En de rechtbank zal er dan nu ook toe overgaan, meneer Van Dijnen. En ik zet even deze weg. Dan gaan we eerst kijken naar wat u gezegd heeft, wat er ten laste is gelegd. En uw raadsvrouw heeft ons gevraagd, en dat was de rechtbank ook al van plan, om de fragmenten waar het om gaat te tonen. En zodat het ook duidelijk is in welke context, en zodat er ook geen dingen weg worden gelaten. En daar hebt u zelf ook iets over gezegd. U moet het in één geheel zien. De rechtbank is het mee eens en die zal ook worden gehonoreerd. En dan gaat het in eerste plaats om het fragment van uw voordracht op 2 juli 2022 in Tuil. En dat fragment dat gaat eigenlijk over wat u zelf aangeeft in het begin van het fragment. Hoe moet het nu verder met het stikstofprobleem? Ze moeten voelen hoe diep de frustratie, hoe diep de pijn, het verdriet zit. En tegelijkertijd, ik zie dat er een journalist druk aan het meeschrijven is, dus ik ga me zorgvuldig uitdrukken. Maar wat ook wel van belang is om ons even te realiseren, is dat het ook niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld. De staat gebruikt namelijk wel geweld en fors geweld. En als het nodig is, als u dadelijk onteigend dreigt te worden en u weigert, reken maar dat er onderaan de streep busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen en dus ze slaan u wel van het terrein af. En een taboe op geweld, wat er op dit moment in de samenleving rust, terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft, kan er ook voor zorgen dat de staat nooit iets te vrezen heeft. En het standpunt dat ik nu uitdraag is ook heel goed verenigbaar met een democratie, want in de Verenigde Staten is het 2e amendement het recht op wapenbezit, juist zodat altijd ergens die dreiging wel boven het hoofd hangt dat de burgers, als het echt nodig is, in staat zijn om zichzelf te verdedigen. En vergeet ook niet, zelfs in ons huidige wetboek van strafrecht is een uitzondering gemaakt op het verbod van het gebruik van geweld. Artikel 41 van het wetboek van strafrecht bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten. En ik denk ook dat het belangrijk is om die strijdlustigheid wel te laten zien, die strijdbaarheid. Want uiteindelijk kan en mag het nooit zo zijn dat de boeren zich als makke lammetjes van hun grond gaan laten verdrijven. Nooit! En helemaal nooit, inderdaad. En ik spreek ook zoveel mensen die ook zeggen, uiteindelijk sterf ik liever dan dat ik me ooit moet schikken naar zo'n afschuwelijke neocommunistische nieuwe wereldorde die nu wordt opgetuigd. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Wat ik mij dan afvraag, wel, hè, dus u houdt dan een voordracht of een lezing bij het Boerenforum. En dan snijdt u een heleboel dingen aan in uw lezing. En u zegt ook, een aantal keren moet geweldloos en vreedzaam zijn het PC. Maar ik vraag me dan af waarom u in die context het denkbeeld, hè, de mogelijkheid van een gewelddadig verzet, waarbij dus ook eventueel doden kunnen vallen. Waarom u dat geeft u een heel algemene term. Hè? Dat doet u niet alleen in dit geval, maar ook in het geval van feit 2 bij compleetdenkers. Daar geeft u in algemene termen het denkbeeld van, nou ja, als een overheid onrechtmatig geweld gebruikt tegen haar onderdanen, dan kan er ook geweld terug worden gebruikt. Ik vroeg me gewoon af, waarom heeft u dat gezegd in dit geval? Nou, dat is in zekere zin al ter sprake gekomen in mijn lezing, waarin ik dus letterlijk heb opgeroepen tot het gebruik van vreedzaam en geweldloos verzet. En daarbij heb opgemerkt dat het niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld, omdat daar een aantal negatieve consequenties aan verbonden zijn. In eerste instantie dat daarmee wordt ontkend dat burgers belangrijke, fundamentele rechten hebben, waaronder het recht op zelfverdediging. En die zelfverdediging kan in het uiterste geval, wanneer dat strikt noodzakelijk is, ook gewelddadig zijn. En het recht van opstand, waarbij eveneens geldt dat dat in eerste instantie altijd vreedzaam en geweldloos moet zijn, maar ook met zich meebrengt dat dat in het uiterste geval, onderaan de streep als ultimum remedium, dat zijn de termen die ik daar steeds aan koppel, ook het recht op het gebruik van geweld met zich mee kan brengen tegen een tyrannieke, kwaadaardige overheid. En ik vind deze uitspraken van belang om mensen te informeren over de rechten die zij hebben. En daarbij heb ik aangegeven dat wanneer er een taboe rust op het gebruik van geweld, waaronder ik versta de maatschappelijke neiging om iedere vorm van geweld te allen tijden, in elke situatie, geheel uit te sluiten van het politieke en sociale discours. Dit ook de negatieve consequentie heeft dat de zittende macht nooit rekening hoeft te houden bij haar beleid met een eventuele tegenreactie vanuit het volk. En dat heb ik onderbouwd met een verwijzing naar het tweede amendement in de Verenigde Staten, dat voortkomt uit de gedachte van de grondleggers van de Verenigde Staten dat machtscentralisatie altijd het risico met zich meebrengt dat een overheid op enig moment tyrannieke trekken gaat vertonen. En dat een preventief instrument om dat te voorkomen kan zijn dat de overheid er rekening mee moet houden. Dat er, wanneer de overheid fundamentele rechten van burgers op grove wijze schendt, er ook een tegenreactie kan komen. En dat daardoor juist de overheid meer rekening moet houden met de belangen van de bevolking en zich minder snel repressief gaat gedragen. Ga je nu onderbreken weer, want het gaat nu ook weer van de feiten af. En het amendement. Ja, ik weet wat u gezegd hebt hoor, ik wil u niet onderbreken, maar wat wilt u er nou mee bereiken? Dat is nog steeds niet helemaal. Hè, als het uw bedoeling is uiteindelijk om te benadrukken dat protest vreedzaam moet zijn, wat wilt u dan bereiken met deze toevoeging? Ja, zoals ik heb gezegd, is mijn lezing juist gericht op het voorkomen van geweld. U denkt dat u hier, door dit toe te voegen, bij wijze van informatie, dat u daarmee voorkomt? Ja, zoals ik heb aangegeven, kan het taboeïseren van het gebruik van geweld er juist toe leiden dat personen die met bepaalde ideeën die extremistisch zijn rondlopen, zien dat hun frustraties en onvrede nergens wordt geadresseerd, dat hun ideeën ook nergens worden weersproken, dat deze ideeën ondergronds gaan en juist eerder kunnen leiden tot eventueel geweld dan wanneer hier een dialoog over gevoerd wordt waarbij zij kunnen worden tegengesproken en waarbij expliciet wordt opgeroepen om vooral vreedzaam en geweldloos te blijven. En wie bepaalt wat u betreft of er sprake is van wederrechtelijke aanranding,
misbruik van het geweldsmonopolie door de overheid? Want dat kan ik me voorstellen dat daar ook nog wel verschil van mening over kan zijn. Dat klopt, daar kan verschil van mening over bestaan. Op het moment dat iemand wederrechtelijk wordt aangerand, zal hij zelf de inschatting moeten maken of het gerechtvaardigd is om zich daartegen te verdedigen. Dan kan natuurlijk niet op zo'n moment het oordeel van een rechter worden afgewacht. En uiteindelijk is het aan het Nederlandse volk om te kunnen beoordelen of de regering nog handelt in het belang van het Nederlandse volk. Begrijp ik het goed dat u zegt dat als u dus hardop zegt dat boeren worden voorgelogen en dat wetten onrechtmatig tot stand komen en dat het World Economic Forum een geheime agenda heeft om grond van de boeren af te pakken, dat u daarvan juist zegt dat vermindert de kans op escalatie? Dat zorgt er in ieder geval voor dat er een open en transparante dialoog plaatsvindt. Nogmaals, ik spreek luid en duidelijk en beargumenteer en onderbouw al mijn standpunten. En dat kan er inderdaad toe leiden dat personen bij wie de onvrede en frustratie zo groot zijn, zich weer vertegenwoordigd voelen. En daarom niet volledig afhaken van de politiek, omdat ze zien dat er toch nog iemand is die hen begrijpt in hun kritiek en die kritiek ook namens hen uitdraagt. Ik denk dat zo lang personen zich vertegenwoordigd voelen, de kans veel kleiner is dat zij op een moment zullen overgaan tot het gebruik van bijvoorbeeld geweld dan wanneer zij zich volledig niet meer gerepresenteerd zullen voelen. Ik heb geen vragen, meneer voorzitter. Goed, dan gaan we nu naar het tweede fragment kijken. Dat gaat een interview bij Compleet Denkers, een Belgische website. Opname 10 oktober van 2022 en 13 november 2022 op YouTube geplaatst. Ik denk ook niet dat er uiteindelijk meer dan 50% van alle mensen nodig zijn om daadwerkelijk actief te participeren in het verzet. Ik denk dat als het over veel kleinere aantallen gaat, dat je daar al heel veel impact mee kunt maken. Ja. En ja, het is in het verleden, in de geschiedenis, vaker gebeurd natuurlijk dat regimes die zich echt tyranniek gingen gedragen op enig moment toch ten val werden gebracht door de bevolking. Ja. Want wij hebben wel de aantallen uiteindelijk. En ik denk wel dat als die massa zo groot wordt en bij wijze van spreken echt omslaat in een revolutionaire beweging, die zich natuurlijk heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging. Dan ga je 's middags om 1 uur naar een groot protestterrein en ga je om 4 uur weer naar huis. Maar een revolutionaire beweging waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben, dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Waarbij helaas het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar vaak ook slachtoffers bij vallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk. Het wordt wel eens mooi een fluwele revolutie genoemd. Want als een substantieel deel van de bevolking er niet meer aan meedoet, ook onder het mom van burgerlijke ongehoorzaamheid, stop met mondkapjes dragen, stop met het gebruik van die QR-codes. Dan kan uiteindelijk dat niet meer structureel worden opgedrongen. Want dat overheidsapparaat lijkt heel sterk en machtig. Maar ja, uiteindelijk merk je ook al dat toen er in Nederland werd opgeroepen tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid, toen heeft de politie op een gegeven moment ook gewaarschuwd, wij kunnen hier niet meer goed tegen handhaven, want die groep wordt te groot. Ja. En dat gaat ten koste van andere handhavingscapaciteit. Dus ja, je ziet dat uiteindelijk de kracht van de massa toch wel heel groot is. Ja. En dat ik daarom het in ieder geval als een hele zinvolle tijdsbesteding zie om ook vanuit hier, vanuit het parlement, in ieder geval ervoor te zorgen dat die groep mensen groter en groter en groter wordt. Daar zijn we mee bezig, daar zijn jullie mee bezig, daar zijn een tal van andere initiatieven mee bezig. Plus ook om die mensen allemaal zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Ja. En daarom juich ik ook heel veel van die events toe, om juist mensen uit verschillende werelden die allemaal op hun eigen manier verzet voeren, met elkaar in contact te brengen, met elkaar te verbinden. Je ziet ook dat
juist deze elementen door de overheid als eerste bestreden werden bij aanvang van het coronaschandaal. Mensen mochten niet meer samenkomen, werden uit elkaar gedreven, konden geen normaal contact meer hebben met elkaar door de mondkapjes, moesten bang zijn voor elkaar, we moesten elkaar wantrouwen, niet meer samenkomen. Kritische geluiden werden direct onderdrukt. Dus ja, je ziet waar zij het meest bang voor zijn, daar moeten wij het meest op inzetten. Dus ons blijven uitspreken. De kracht van de waarheid is uiteindelijk enorm en zal naar mijn oordeel, het klinkt misschien een beetje filosofisch, maar toch altijd een weg naar buiten vinden. En die groep mensen zo groot mogelijk maken en met elkaar verbinden. En ze zullen niet snel toegeven van nou, we hebben nu gezien dat er een demonstratie was van 300, 400 of 500.000 man. En we gaan dat compleet negeren. Ze zullen ook niet zeggen, we hebben daarom besloten het beleid aan te passen. Maar ik ben er zeker van dat het wel indruk maakt en wel mensen aan het denken zet van hoe ver kunnen we nog gaan. Onschuldig. Nou, goed. Dit was het pagment dat we wilden tonen. In de algemene zin kan inderdaad gezegd worden dat ik mijn werk als parlementariër als nuttig beschouw. Ondanks mijn grote twijfels bij het functioneren van het parlement, dat ik er toch een meerwaarde van zie om bewustzijn te creëren over de situatie waar we ons in bevinden. Dus ja, daar kan alles ondergeschaard worden. In dit geval ging het om bewustzijn creëren over de risico's die zijn verbonden aan vreedzaam verzet. Het interview duurde in totaal ruim anderhalf uur. Er is heel veel ter sprake gekomen. En ik zie het als winst dat steeds meer mensen zich gaan realiseren dat we niet in een functionerende democratische rechtsstaat leven en daar vreedzaam en geweldloos tegen in verzet moeten komen om samen weer een rechtvaardige en eerlijke samenleving te kunnen bouwen. En in het kader van het vreedzame verzet, dat onderstreept u duidelijk meermaals ook tijdens deze zitting. Waarom had u aanleiding om ook in dit interview een duidelijk onderscheid te maken tussen een protestbeweging, waar je 's middags om 1 uur naar een groot protestterrein gaat en 4 uur weer naar huis gaat, ten opzichte van een revolutionaire beweging, waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben, dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, we gaan hier gewoon niet meer weg, totdat de regering weg is. Waarbij helaas in het verleden tal van andere voorbeelden wereldwijd laten zien dat er vaak ook slachtoffers bij vallen. Dat zijn eigenlijk twee verschillende manieren van demonstreren of protesteren. Waarom maakt u daar dan zo duidelijk onderscheid in? Dat heb ik eigenlijk in het fragment al aangegeven. Dat een enkel protest waarbij je inderdaad naar een grasveld gaat om daar van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags tussen de lijntjes die de overheid heeft uitgezet je stem te laten horen, dat een krachtig signaal kan zijn voor burgers om hun mening te uiten. Maar dat de geschiedenis laat zien dat echte veranderingen doorgaans juist worden bewerkstelligd door vreedzame en geweldloze revolutionaire bewegingen. En dat ik daarom daar mijn hoop op heb uitgesproken. Ja, nog een korte vraag. Mijn collega had het net al over die revolutionaire beweging. U spreekt in de ten laste gelegde tekst ook over, is vaker gebeurd dat regimes die zich echt tyranniek gingen gedragen op enig moment toch ten val werden gebracht door de bevolking. Vond u op het moment van het interview dat de situatie in Nederland zo was, dat moest plaatsvinden, dat die revolutionaire beweging moest komen en dat het regime in Nederland ten val moest worden gebracht door de bevolking? Nou, we zien in ieder geval dat de staat de grenzen van het toelaatbare aan het overschrijden is. En ja, wanneer precies dat recht van opstand tot uitdrukking komt, dat is meer een filosofische vraag. En uiteindelijk waren mijn uitspraken erop gericht om mensen te wijzen op hun rechten, zoals ik heb aangegeven. En om voorbeelden te noemen, om juist duidelijk te maken dat personen die zich op dit moment heel erg machteloos voelen, weten dat onderaan de streep tal van voorbeelden zijn dat regimes die zich daadwerkelijk tyranniek gaan gedragen ook op vreedzame en geweldloze wijze ten val kunnen worden gebracht. Mag ik daaruit afleiden dat u nog niet vond dat die situatie toen aan de orde was? De onder de streep situatie noem ik het maar even.
Ja, dat is eigenlijk niet zozeer aan mij om te beoordelen wanneer ik vind dat een recht van opstand in werking treedt. Ik wijs op rechten die personen hebben. En wanneer dat precies in werking treedt, ja, dat is nogmaals dat is een filosofische degene, discussie. Dat is aan degene zelf die in opstand komen om te bepalen wanneer het moment daar is om in opstand te komen? Nou ja, dat is een filosofische discussie over het recht van verzet. En bij de regiezitting heb ik begrepen dat de rechtszaal daar niet de juiste plek voor is om die discussie te voeren. Ik heb een getuigendeskundige verzocht om hier te spreken over het recht van verzet. Die had u alles kunnen vertellen over wanneer dat precies in werking treedt. Ik ben vooral benieuwd naar wat u er zelf van vond op dat moment. Maar goed, ja, het gaat erom dat ik personen met name wijs dus op aan mij om rechten daar iets die van ze te hebben. Vinden, eigenlijk. Ja. Goed, dank u wel. Meneer officier, heeft u nog vragen? Doe maar niet. Niet zozeer over dit feit, wel iets over de bredere samenhang die ik zie. Ik weet niet of u nog meer dossierstukken met verdachten wil bespreken op dit moment. Nee. Maar daar ziet eigenlijk mijn vraag op. Dank u wel. Meneer Vermeijeren, ik ga eigenlijk door op de vraag van de oudste rechter. Want ja, zoals u ziet heb ik een aantal openbare publieke uitingen van u in het dossier op laten nemen. En ik heb mij daarbij de vraag ook wel gesteld. Wat vindt u nou van de stand van de democratie in Nederland in het licht van ook de suggestie, het beeld dat er wordt geschetst dat er een tyrannieke overheid is die burgers overheerst? Dat is de achtergrond van mijn vraag. En nou heeft u op 26 augustus ook een interview gegeven aan Café Weltschmerz. Dat is pagina 244 van het dossier. En dan bent u uitgenodigd om antwoord te geven op de vraag of het kabinet zich schuldig maakt aan landsverraad. En dan komt u tot de conclusie dat daar sprake van is. En mijn vraag is, zou u kunnen inschatten of mensen op dat moment niet gaan denken dat er op dat moment dan dus sprake is van een tyrannieke overheid? Ja, ik heb inderdaad ooit een uitzending opgenomen met een oud advocaat waarin de vraag centraal stond, zou hier nou sprake zijn van landverraad? Daarbij hebben wij artikel 97a uit mijn hoofd gezegd van het wetboek van strafrecht met elkaar besproken. En inderdaad geconcludeerd dat als je die bestanddelen één voor één bespreekt, dat er goede aanleidingen kunnen zijn om inderdaad te spreken over landverraad. Tegelijkertijd heeft dat niet direct betrekking op mijn uitspraken over een tyrannieke, gewelddadige overheid. Ik spreek over tyrannie wanneer we te maken hebben met een overheid die macht uitoefent op een onderdrukkende en vaak vrede manier. Wat we inderdaad gezien hebben, we hebben gezien dat de concentratie van alle macht steeds meer beweegt richting een hele kleine groep personen zonder de daarvoor noodzakelijke checks en balances. We zien dat besluiten worden genomen zonder transparantie of verantwoording. We zien dat de wet en het rechtssysteem worden gebruikt om politieke tegenstanders te onderdrukken. We zien dat burgerrechten en vrijheden systematisch geschonden werden, waaronder ook het recht op de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid. We zien dat er steeds meer surveillance en spionage plaatsvindt ten aanzien van onschuldige personen. En daarbij zien we ook voorbeelden die erop wijzen dat hier een zekere mate van kwaadaardigheid aan het licht is gekomen. Omdat we ook aanwijzingen hebben voor de intenties die hier achter schuil gaan. Want wanneer er systematisch valse informatie wordt verspreid door de overheid om de bevolking te misleiden, dan wijst dat naar mijn mening op kwaadaardige intenties. Een overheid die te goede trouw is, zou te alle tijden het vrije debat moeten waarborgen. Een overheid die op grote schaal en systematisch basisrechten en vrijheden van burgers schendt, beschouw ik als een teken van kwaadaardigheid. Het ondermijnen van democratische
processen zoals het beperken van de persvrijheid, het elimineren van de oppositie. Dat zijn eigenlijk mijn kernargumenten voor de stelling dat we te maken hebben met een overheid die tyrannieke trekken vertoont, in zekere zin kwaadaardig is. Waarbij ik ook altijd heb opgemerkt dat we op dit moment inderdaad niet in een functionerende democratische rechtsstaat leven. Maar ook heb opgemerkt dat we nu ook naar mijn oordeel nog niet in een volledig gevestigde dictatuur leven. Ik spreek zelf vaak over een postdemocratisch tijdperk waarin ik waarschuw voor de verschuivingen richting totalitarisme. Kan ik het zo samenvatten, meneer Van Meijeren, dat u zegt dat de overheid trekken van tyrannie vertoont? Dat klopt. En dan zegt u in Compleetdenkers, schetst u het beeld over regimes die zich tyranniek gingen gedragen. Mijn vraag is dan aan u, ik heb het gevoel dat het heel dicht bij elkaar ligt. Wat u zegt, trekker van tyrannie en tyranniek gingen gedragen. Hoe reageert u daarop? Op mijn bevinding, hè, dat ik het gevoel heb dat dat dicht bij elkaar ligt. Ja, dat we inderdaad zien dat er inderdaad een verband tussen bestaat, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Dank u wel. Dan zou ik graag nog een ander punt met de verdachte willen bespreken, meneer de voorzitter. En dat is eigenlijk het eerste chronologische moment in het dossier. Dat is uw speech. Ja, dat kunnen we denk ik wel spreken als speech, toch? In het Westerpark in Amsterdam. Dat heeft u voor de geest waar ik dan op doe. Daar heeft u een uitlating gedaan. Dit kan niet lang meer goed gaan. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een systeem dat door en door verrot is en op instorten staat. En vroeg of laat gaat het kaartenhuis van leugens in elkaar storten en dan pakken wij onze vrijheid terug. En dan vervolgt u, nadat er gejuich en applaus is, gaat de speech even verder en zegt u, en dan gaan wij degenen die ons dit onrecht hebben aangedaan, opsporen, vervolgen en opsluiten. En op wie doelt u dan? Wie moet er worden opgesloten? Nou ja, ik ben een groot voorstander van het algemene rechtsbeginsel geen straf zonder schuld. Dus vandaar dat ik ook wijs naar vervolgingen die erop gericht zijn om de waarheid aan het licht te brengen. En ten aanzien van de misdrijven die zijn gepleegd, zoals de systematische en doelbewuste schending van burgerrechten, zullen eerlijke processen ertoe moeten leiden om een antwoord te vinden op de vraag wie zich hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten. En diegene zouden moeten worden vervolgd en ook een gepaste straf moeten krijgen. U heeft op dat moment niet personen op het oog, in beeld? Nee, nog geen specifieke personen. Het is te voorbarig om daar nu op vooruit te lopen. Geen functionarissen? Nee, niet direct. Daar ga ik nu niet over speculeren. Nee, absoluut niet om te speculeren. Ik vraag u, op wie doelt u dan op dat moment? Want u zegt, op degene die zich schuldig hebben gemaakt aan de misdrijven die gepleegd worden van overheidswegen. Maar uiteraard nadat daar een eerlijk proces heeft plaatsgevonden. Nou, krabbelt u een heel klein beetje terug? Nee, want ik sta achter mijn woorden en u vraagt of ik specifieke personen in gedachten heb. En daarover zeg ik, daar ga ik nu niet op vooruitlopen, omdat ik juist waarde hecht aan eerlijke processen. En ja, pas nadat een proces eerlijk is afgerond, kan tot het oordeel gekomen worden of iemand zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Even resumerend om u goed te begrijpen, meneer Van Meijeren. U stelt vast, er is onrecht geweest tegen burgers. U stelt vast dat het misdadig was, maar u weet nog niet wie dat is. Nou ja, alles valt of staat bij de vraag of degene die dat onrecht uitvoeren, of zij daadwerkelijk zich bewust zijn van hun schuld. Okay. Dus op het moment dat personen
de hele bevolking onderwerpen aan een lockdown en daarmee vrijheden schenden, zich daadwerkelijk in de veronderstelling verkeren dat ze daarmee het belang van de volksgezondheid dienen, dan is er geen sprake van schuld. Maar wanneer personen zich ervan bewust zijn dat ze onder valse voorwenselen vrijheden en burgers, vrijheden van burgers schenden, dan kan daar wel sprake van zijn. Ja. Maar u heeft niet een specifieke beroepsgroep, functionarissengroep op dat moment op het oog? Nee, dat zou op dat moment moeten worden beoordeeld. En dan gaan we weer eventjes naar 26 augustus. Maar dan heeft u het wel op het oog. Het kabinet. Dat landverraad pleegt. Wat is er in die tussentijd gebeurd in u? Nou, op 26 augustus hebben we inderdaad een oud advocaat en ik hebben dat artikel 97a bekeken. En daarbij geconstateerd dat er inderdaad sprake kan zijn van landverraad. Maar natuurlijk is een interview onvoldoende om tot een veroordeling te komen. Uiteindelijk zal er een volwaardig onderzoek moeten plaatsvinden om te kunnen beoordelen of personen zich daadwerkelijk hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten. En is het aan een onafhankelijke rechter na een eerlijk proces om daar een definitief oordeel over te vellen. Ja. Nou, voor de goede orde, u zegt naar mijn oordeel en stellige overtuiging is daar sprake van. U parafraseert uw opmerking met de interview als van we hebben het erover gehad. In een soort debatvorm. Ja, u geeft echt heel duidelijk een mening, hè, naar mijn oordeel en stellige overtuiging. Dat klopt. Ja. Dus op 2 januari... vastgesteld, er zijn misdrijven gepleegd tegen burgers door coronamaatregelen. U heeft geen specifieke doelgroep, functiegroep op het oog die de misdrijven zou hebben gepleegd en die waarvoor vervolging op touw gezet moet worden. Op 26 augustus noemt u het kabinet dat landverraad pleegt. En de vraag die ik nog heb, waarom ik het ook niet goed begrijp, meneer Van Meijeren, is omdat ik zie dat u op 26 augustus het verband legt met het World Economic Forum. Het Nederlands kabinet zou samenwerken met het World Economic Forum en dat zou landverraad opleveren naar uw stellige overtuiging. En dan zie ik dat bij uw speech op het Westerpark hangt een poster, een anti-World Economic Forum poster, waarop kabinetsleden te zien zijn en Bill Gates en Klaus Schwab. En dan vraag ik me af, waarom hangt die poster daar dan op 2 januari, waar ook mevrouw Kaag bijvoorbeeld op te zien is? Als u zelf nog niet... Die vraag zou u moeten stellen aan de organisatie van die demonstratie. U wist niet dat die poster daar hing? Dat was ik op dat moment, heb ik daar geen oog voor gehad of dat bewust opgemerkt, nee. Wanneer heeft u weet gekregen van de WEF-complottheorie? Persoonlijk zie ik het niet als een complottheorie om te constateren dat het World Economic Forum een organisatie is die er openlijk naar streeft om beleid van nationale staten te beïnvloeden. En dat de leden van de Nederlandse regering zich openlijk committeren aan die agenda. En daar vervolgens leugens over verspreiden. En dat opgemerkt wordt dat de voorzitter van het World Economic Forum ook heeft erkend dat hij ernaar streeft om regeringen te infiltreren. En dat leden van onze regering ook openlijk hun steun uitspreken voor die agenda die het World Economic Forum nastreeft, die erop gericht is om nationale democratieën te vervangen door een mondiale technocratie. Kwalificeert die samenwerking tussen het kabinet en de World Economic Forum als landverraad. En mijn vraag was, wanneer heeft u nou kennis gekregen van de werkzaamheden van het World Economic Forum, waarvan u zegt, dat is echt tegen de belangen van de burgers in Nederland in? Dat is een geleidelijk proces geweest en ik kan me herinneren dat ik werd uitgenodigd door Weltschmerz met de vraag om er eens over van gedachten te wisselen of hier mogelijk sprake zou zijn van landverraad. Ja.
En nou ja, ik heb het artikel er even bij gepakt. Dat luidt, hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen. Om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen. Of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen. Die wordt gestraft met een levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 30 jaren. Meijer, de vraag was wanneer. En ik zie hier niet een antwoord in op de vraag wanneer. Nou, ik heb aangegeven dat het een geleidelijk proces is geweest. Dat is het antwoord. Dank u. Ik heb nog één vraag aan u, als u me toestaat, meneer de voorzitter. De rechtbank heeft u ook gevraagd. Bij de boerenprotesten was u zich bewust van strafbare feiten, onlusten. En ik heb een vraag aan u, helemaal aan het begin van het dossier. Had u er kennis van dat mevrouw Kaag bezocht is door een persoon met een brandende fakkel die geïnspireerd was door het World Economic Forum verhaal, ik noem het niet complot, want dat is naar u toe niet respectvol. Die geïnspireerd was door de samenwerking, de vermeende samenwerking tussen het World Economic Forum en het kabinet. En vanuit die achtergrond mevrouw Kaag met een brandende fakkel heeft bezocht. Had u daar kennis van? Heeft u dat meegekregen? Uiteraard heb ik meegekregen dat een deelnemer aan een fakkeltocht ook langs het huis van mevrouw Kaag is gelopen. Waarbij ik ook moet opmerken dat persoonlijk ik daar geen strafbare bedreiging in zag. Zoals in eerste instantie ook werd opgemerkt door een vertegenwoordiger van de politie. Die op de televisie zei van ja, het enkel en alleen met een fakkel langs een huis lopen is nog geen bedreiging. En dat deze persoon ook ongenadig hard gestraft is. Wat bij mij juist het vermoeden van klassenjustitie heeft bevestigd. Heeft u op enig moment het idee gehad... Heeft u op enig moment het idee gehad het bevestigen, het kanaliseren van gevoelens die er leven in de maatschappij over een samenwerking tussen het World Economic Forum en het kabinet zou kunnen leiden tot fakkeltochten? Ik noem het een strafbaar feit, u niet, daarom kies ik eventjes niet de term strafbaar feit. Maar heeft u enig idee gehad voor hoe mensen kunnen overgaan tot daden door het benoemen van dat World Economic Forum verhaal? Nou, het is mijn goed recht om te waarschuwen voor de invloed die het World Economic Forum uitoefent. En dat zal ik ook blijven doen. En tegelijkertijd roep ik zelf ook op tot vreedzaam en geweldloos verzet daartegen. En dat zal ik ook blijven doen. Ja, maar mijn vraag was, meneer Vermeijden, of u op enig moment heeft gerealiseerd, besef heeft gehad, dat mensen kan aanzetten tot daden? Tot daden uiteraard zeker, maar niet tot strafbare feiten, omdat ik uitdrukkelijk oproep om altijd vreedzaam en geweldloos in verzet te komen. Dus voor zover er strafbare feiten zouden worden gepleegd, dan heb ik dat nooit gestimuleerd of goedgekeurd. Nee, en het bezoek met de fakkel vond u niet een strafbaar feit? Dat klopt. Okay. Ik heb geen vraag. Mevrouw Petkova, heeft u nog vragen? Ja, ik heb één vraag aan een cliënt. En dat is voortbordurend op de vraag van de officier van justitie. Wanneer hij erachter kwam dat het WEF ongewenste invloed in Nederland zou kunnen uitoefenen, ga ik een soortgelijke vraag stellen. Meneer Vermeijeren, wanneer begreep u dat uw denkwijze wordt gezien als anti-institutioneel extremisme? Die term anti-institutioneel extremisme. Wanneer? De vraag was, wanneer heeft u dat begrepen? Dus dat klopt, vraag, en ik leid het antwoord op die vraag graag even in. De term anti-institutioneel extremisme, die heb ik voor het eerst voorbij zien komen in een rapport van de AIVD uit mei 2023, waaruit opvalt dat de omschrijving daarvan, dat zogenaamde kwaadaardige elite-narratief, één op één overeen lijkt te komen met
de omschrijving van het narratief dat het Openbaar Ministerie in het dossier heeft opgenomen. Dus vanaf dat moment kwam ik erachter dat ik kennelijk werd beschouwd als een anti-institutioneel extremist. Maar daar zou ik toch aan toe willen voegen, al is het maar voor de volledigheid, dat ik me totaal niet herken in die kwalificatie, omdat ik absoluut niet tegen instituties ben. Waar ik tegen ben is corruptie en machtsmisbruik binnen die instituties. Dus ik herken me niet in de kwalificatie die eraan gegeven wordt. Dat was uw vraag. Dan is hiermee het feitelijke deel van het dossier voorgehouden en besproken. Goed. Ja, van mij, we gaan verder met zometeen het requisiteur van de officier van justitie. En ik zal voor de officier, en maar ook voor u en uw raadsvrouw zeggen wat u waarschijnlijk al verwacht, is dat ik hoop dat u dat zo kort en bondig mogelijk zal kunnen doen. En daar ook bij probeert om herhalingen te vermijden. Want wij hebben natuurlijk het dossier goed gelezen. Er is ook al een heleboel over de inhoud gezegd inmiddels. Hè, want daarom is het nu al 2:30. Dat is het eerste wat ik wou zeggen. Ten tweede, een eerlijk proces staat en valt ook bij een ordelijk verloop van het proces. Ik krijg van bovenaf van de tribune, komt er veel commentaar, hoor ik. En ook geklap en gejuich of afkeurende geluiden. Dat zal ik vanaf nu niet meer toestaan. Dat is heel erg storend. Dat is ook storend voor de rechtbank en voor de procesdeelnemers. Dus vanaf nu geen hoorbare of zichtbare reacties meer op wat er door de officier of door de heer Van Meijeren of de rechtbank wordt gezegd. En als u dat wel doet, dan zult u de tribune moeten verlaten. Goed, dat gezegd hebbende, geef ik het woord aan de officier van justitie. De speech van verdachte in Tuil op 2 juli 2022 is op 4 en 11 juli 2022 online geplaatst. Het OM heeft er in die periode kennis van genomen en op 11 juli 2022 besloten tot een oriënterend onderzoek. Het doel van het onderzoek was een eerste oordeel te kunnen vormen over de al dan niet bestaande strafbaarheid van gedane uitlating in de Tuil speech en de opportuniteit van een eventuele vervolging. In het kader van dat onderzoek heeft het OM vervolgens kennis genomen van open bronnen, waaronder andere publieke uitingen van verdachten. Tijdens dat onderzoek gaf verdachte het interview aan Compleetdenkers, dat op 13 november 2022 online is gekomen. Vervolgens zijn de uitlatingen van verdachten in dat interview betrokken in het oriënterend onderzoek. Gedurende die periode van dat onderzoek is er in de publieke ruimte en ook vanuit de media aandacht gevraagd voor de uitlatingen van verdachten, waarbij onder meer aan het OM werd gevraagd of dit strafbaar was. In de periode van het oriënterend onderzoek zijn er in de periode juli tot en met november 2022 ook aangiftes en een melding gedaan. Deze kwamen binnen bij diverse OM-onderdelen en politieonderdelen in het land en zijn nadat bekend was geworden dat het pakket in Den Haag een oriënterend onderzoek was gestart, doorgestuurd naar het pakket Den Haag. Het pakket Den Haag heeft vervolgens de tijd en ruimte genomen om beslissingen te nemen. Aan dat proces heb ik leiding gegeven. In april 2023 is besloten tot een strafrechtelijk onderzoek dat op 1 mei 2023 is gestart. Op 15 mei heb ik verdachte Vermeijeren bericht dat hij als verdachte was aangemerkt voor 2 gevallen van opruiing. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is vervolgens met verdachte een afspraak gemaakt voor een verhoor bij de Rijksrecherche. Verdachte besloot daar op een later moment toch niet aan mee te willen werken. Dat staat hem vanzelfsprekend vrij. Dat maakte wel dat zijn zienswijze op de verwijten niet betrokken kon worden in de vervolgingsbeslissing die op dat moment nog genomen moest worden. En op 12 september 2023 heb ik verdachte geïnformeerd dat hij vervolgd zou worden. En daarbij is onder meer betrokken dat verdachte volhardt in zijn uitspraken. De vervolging van verdachte acht het OM opportun. Verdachte roept op tot opstand tegen de overheid. Verdachte draagt al langere tijd het standpunt uit dat er in Nederland geen sprake meer is van een functionerende democratie. Wetten komen onrechtmatig tot stand. De burger wordt voorgelogen. Een louter politieke oplossing is er volgens verdachte dan ook niet meer. Hij zegt, ik heb het standpunt verdedigd meermaals dat we ons hevig en fel moeten verzetten tegen de tyrannieke overheid. Verzet is noodzakelijk, zelfs geboden.
is de consistente lijn van verdachten in openbare optreden sinds januari 2022. Dit zijn schurende opmerkingen, verontrustende opmerkingen. Ook voor een parlementslid, zeker voor een parlementslid, op zichzelf niet strafbaar. Op twee momenten heeft verdachte zijn oproep tot opstand echter ingevuld met een aansporing tot geweld. Dan wordt wat het OM betreft een strafrechtelijke grens overschreden. Het gaat om ernstige feiten waarbij verdachte volhardt in zijn uitspraken. Terwijl die uitspraken zijn gedaan in de context van maatschappelijke onrust en anti-overheidssentiment en daardoor verhitte gemoederen. De opzet van het requisitoor, geachte luisteraars. Verdachte die ontkent de uitlatingen niet en ze zijn volgens hem niet strafbaar. Hij beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting. En dat maakt dat het requisitoor zou moeten gaan om de kwalificatie en de strafbaarheid van de uitspraken. En het requisitoor zal ik hierna vervolgen met een juridisch kader. En daarna wat dieper ingaan op een aantal aspecten. In de hoofdstukken 4 en 5 zal ik de feiten behandelen en per feit aandacht besteden aan de samenhang, de context en het publiek. Aan het begin van hoofdstuk 4 volgt een korte videocompilatie van de kern van de samenhang en de context. In hoofdstuk 6 volgt de kwalificatie van de feiten. Hoofdstuk 7 een korte duiding van de maatschappelijke toestand ten tijde van de aan verdachte verweten gedragingen. Hoofdstuk 8 wordt besteed aan de vrijheid van meningsuiting en de waardering daarvan in het licht van de aan verdachte verweten gedragingen, om af te sluiten met strafmaatoverwegingen en een strafeis. Verdachte heeft de speech gegeven in tel. 45 minuten lang, hij bestond uit twee delen en er waren veel toeschouwers aanwezig. En de speech is ook integraal op de website van Forum voor Democratie gezet. En delen van de speech zijn via andere internetkanalen openbaar geworden. En meneer de rechtbank, mevrouw de griffier, nu wijk ik even af van het papier, want verdachte die voert het verweer dat het niet openbaar was. Zo heb ik dat althans begrepen. Ik zie hem nee knikken. Het is wel een openbare speech geweest in de zin van de delictsomschrijving. Nou, zal ik dat direct even verhelderen? Ja. Er is voldaan aan het openbaarheidsvereiste uit artikel 131 wetboek van strafrecht, omdat de speech werd gefilmd en openbaar is gemaakt. En mijn opmerking dat er geen sprake was van een openbare bijeenkomst, wat verderop in de telastenlegging staat, dat wil ik wel met klem weerspreken, omdat dat iets zegt over de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan. Dat het een lezing betrof in plaats van een toespraak. Helder, het was een lezing. Ik geef nog aan dat verdachte via Twitter, via een openbaar medium, een uitnodiging uit heeft gestuurd. Komt allen en het is gratis. Er was een journalist aanwezig. Ik verwijs naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam 2003 AK83. Waaruit ook blijkt dat als er een journalist aanwezig is, dat een verdachte in die zaak veroordeelde moet weten dat het openbaar wordt. Er zijn camera's aanwezig en verdachte heeft zelf via Twitter ook nog verspreid dat hij daar is geweest. En dit raakt natuurlijk ook de aanmerkelijke kans op de opruiming. Dan vervolg ik nu bij 4.2 samenhang. De samenhang valt uiteen in twee delen. Ten eerste de gehele speech op 2 juli en ten tweede de andere uitingen die wat betreft inhoud en strekking samenhangen met wat aan verdachten is te lastig gelegd. Wat heeft verdachte in die speech nog weer gezegd, wat het OM ziet als belangrijke samenhang? Citaat 1. En dat zou ook zo zijn als wij in een functionerende democratie zouden leven, maar daar is al een tijdje geen sprake meer van. En de tweede is, verzet heeft zin. En dan zegt hij, hoe moet dat verzet er dan uit gaan zien? Dus eerst maakt hij de geesten rijp. Er is sprake van onrechtmatige wetten, leugens, geen functionerende democratie. En dan worden de gevraagde uitlatingen gedaan. En het is nu noodzakelijker dan ooit dat we in verzet komen. Want als wij nu stil blijven zitten, dan wordt 2022 en vroeg of laat gaat dat katerhuis van leugens in elkaar storten en pakken wij onze vrijheid terug. En gaan wij degenen die ons dit onrecht hebben aangedaan opsporen, vervolgen en opsluiten.
voor wat betreft die zorgwekkende ontwikkelingen. Enerzijds zijn we op dit moment natuurlijk eventjes verlost van die absurde, vrijheidsbeperkende, misdadige coronaregels. Maar tegelijkertijd zien we dat die agenda 2030, die Great Reset van het World Economic Forum, onverminderd snel wordt uitgerold. Iedere kans wordt aangegrepen om maar meer vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen, meer controle te krijgen over ons leven. En een bekend spreekwoord is never waste a good crisis. Maar tegenwoordig zien we dat als er zich geen geschikte crisis voordoet, dan wordt er wel een crisis gecreëerd. En dat geldt zowel voor de klimaatcrisis, de coronacrisis, de stikstofcrisis. In feite zijn het geen crisis, maar schandalen. Stuk voor stuk. We worden aan de lopende band voorgelogen, bang gemaakt. Een seconde, ik moet even onderbreken. Even gewoon het beeld verdwijnen. Ja. Gaan we zo verder hoor. Ja. Afgelopen week volledig in het teken van de stikstofcrisis, oftewel het stikstofschandaal. En wat mij daarbij het meest is opgevallen, is dat een standpunt dat Forum voor Democratie al in 2019 verkondigde, namelijk dat dat beleid totaal niet bedoeld is om de natuur te beschermen, maar om de grond van onze boeren af te pakken. En op deze manier, binnen het huidige systeem, ga je dat door en door verrotte, corrupte systeem nooit veranderen. Dat systeem valt niet vanuit een normale politieke weg te veranderen. Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven. Maar daar is helaas al lang geen sprake meer van. Dat hele systeem moet in elkaar storten, zodat wij de macht weer terug kunnen krijgen. En weer een goed systeem kunnen bouwen. We moeten af van dat corrupte systeem. Ja, dus het is ook inderdaad helemaal niet iets uitzonderlijks wat ik heb gezegd. En ja, ik sta er dus ook gewoon nog steeds volledig achter. Iemand die het hele verhaal gezien heeft, of zelfs dit fragment, die kan eigenlijk niet objectief tot de conclusie komen dat ik hier zou hebben opgeroepen tot geweld of heb opgeruid. Integendeel. U heeft een mening gegeven. U heeft een mening gegeven over de toelaatbaarheid van het gebruik van geweld in bepaalde situaties. Absoluut, ja. En ja, daar ligt de onjuiste aanname aan ten grondslag dat wetgeving per definitie rechtmatig is. Dat is simpelweg niet het geval. Ook wetgeving kan onrechtmatig zijn. Ja, precies. Ja. Dat wordt ook erkend in de jurisprudentie. Ja. En in dit geval geldt dat er om oneigenlijke redenen grondrechten worden afgepakt. Als het gaat over het stikstofbeleid, het eigendomsrecht. Ja. Maar we hebben tal van wetgeving, voorbeelden van wetgeving gezien de afgelopen jaren, waarin burgers steeds meer vrijheden kwijtraken. Ja. En ja, dat hoeven wij natuurlijk niet allemaal te accepteren. En op een gegeven moment is verzet daartegen absoluut gerechtvaardigd. Ja. Het punt dat taboe op het gebruik van geweld niet gezond is, is omdat je daarmee de macht van de staat eigenlijk vergroot. Ja. De staat heeft het geweldsmonopolie. Ja. En zou dat uitsluitend mogen gebruiken om de belangen van de bevolking te dienen, maar de macht gebruikt het geweldsmonopolie tegen de bevolking om de eigen belangen te dienen. Ja. En als de staat niets te vrezen heeft van de bevolking, en omdat de bevolking zich op geen enkele manier ooit gewelddadig zou kunnen gaan verzetten, dan heeft de staat er ook geen belang bij om voeling te houden met de maatschappij. Het is heel belangrijk dat een staat de machthebber eigenlijk er geregeld bij stil moet staan. Ja.
dat als het op oneigenlijke wijze grondrechten van burgers afpakt, dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat men daar tegen in opstand komt. Ja. Ja. Dat houdt dat machtsevenwicht beter in stand. Ja. De laatste tijd horen we steeds meer over het World Economic Forum dat ooit is opgericht en ook nog steeds wordt voorgezeten door de heer Klaus Schwab. En het wordt steeds duidelijker dat onze regering sterke banden heeft met het World Economic Forum. En de vraag rijst in welke mate dat toelaatbaar is. Of is hier misschien, dat is een nogal sterke vraag, maar ik stel hem, of is hier misschien sprake van landverraad? Wel, we hebben in de studio Gideon van Meijeren. Meneer van Meijeren, welkom. We hebben u gevraagd om hierover te komen praten, want u heeft zich in het verleden hier ook wel eens over uitgelaten. Dus we horen graag wat u daarover te zeggen heeft. Ja, klopt. Het is een zwaar woord natuurlijk, landsverraad. Maar ik heb het wel eens in de mond genomen. Omdat als ik kijk naar wat er allemaal op dit moment gaande is, en ik leg dat naast het wetboek van strafrecht, dan is heel goed te beargumenteren dat op dit moment leden van het Nederlands kabinet zich schuldig maken aan landsverraad. Dat is strafbaar. Het staat in artikel 97a van het wetboek van strafrecht, dat ik destijds ook genoemd heb. Ja. En op grond van dat artikel is het strafbaar om in verbinding te treden met een in het buitenland gevestigd persoon, om die persoon hulp te verschaffen bij het tot stand brengen van een zogenaamde omwenteling. Ja. En wat dan een omwenteling is, dat wordt vervolgens ook gedefinieerd. En daaronder moet onder meer verstaan worden het veranderen van het constitutionele stelsel in Nederland. De werking van onze staatsorganen, zowel de regering als het parlement, en eigenlijk onze democratie, ja, daarmee te vervangen. Dus als je daarnaar streeft, naar zo'n omwenteling, dan is dat landverraad. Klopt, ja. Als je hulp verschaft of op een andere manier behulpzaam bent bij het tot stand brengen van zo'n omwenteling. Ja, aan een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam. Of lichaam staat er nog bij. Ja, klopt. Ja, ja, en dan rijst natuurlijk de vraag, is dat dan het geval bij het World Economic Forum? Ja. Ja, naar mijn oordeel en stellige overtuiging is daar absoluut sprake van. Wij zijn de fakkeldragers met Gideon, de Gideon-bende in Den Haag. Wij dragen het vuur van de vrijheid, 4, 5 mei. Fakkels in de lucht. Lichten staan uit. Max, de fakkel van vrijheid. We hebben net een mooie fakkel toegelopen. Uiteindelijk, ik ben de manste achter mijn daden, weet je. Het is klaar. Ik ga niet meer met die slappe acties lopen. Het is tijd voor actie. Het is tijd om de mensen te confronteren die oorlogsmisdaden begaan. We zijn langs het huis gelopen van Sigrid Kaag, Hel, Hitler, Hel, Klaus Schwab. Zo gaan zij erin. Het zijn vaccinaties, zijn het. Ze vaccineren de hele bevolking, ze elimineren de hele bevolking. En Gideon, als je dit ziet, zet hem op, hè. Laat je niet afschrikken. Je moet iets doen. Je bent niet voor niks, Gideon. Je hebt een naam gekregen, dan moet je naar handelen. Dit, meneer de voorzitter en de leden van de rechtbank, geachte overaanwezigen, is een deel van de samenhang en de context, de achtergrond waartegen verdachte oproep tot verzet. Ten tijde van de beoordeling van de boerenspeech is gekeken naar de andere uitingen van verdachten. Het is nadrukkelijk niet zo dat het OM verdachten in de gaten hield. Dat zou overigens ook onrechtmatig zijn. Waarom breng ik dit zo naar voren en waarom heb ik die vragen gezien? Gezien de samenhang met de verweten gedragingen zijn deze eerdere uitingen van belang voor de beoordeling die uw rechtbank moet maken. Waarom? Omdat de doelgroep van verdachten, dus de groep tot wie hij zijn uitingen richt, waar het voorwaardelijk opzet, het opzetdoel moet worden ingevuld, die samenhang ziet. De andere
uitingen zijn net als de verweten gedragingen ook aansporend van aard. Weliswaar niet tot strafbare feiten, maar verdachte roept ook daarop tot actie, tot verzet en tot opstand. En ik zal straks een aantal reacties voorhouden waaruit blijkt dat het publiek heel goed ziet wat die consistente lijn is en de uitingen van verdachten die te lastig gesteld zijn ook in dat perspectief plaatst. Het gaat erom bij de beoordeling van deze zaak hoe mensen zijn uitspraken kunnen begrijpen. En uit het procesverbaal reacties op het interview blijkt hoe mensen het hebben begrepen. Het publiek legt er verbanden en ziet de samenhang. Onder de telspeech wordt verwezen naar Sri Lanka en de bestorming van het presidentieel paleis in Sri Lanka was 7 dagen na de telspeech. Kennelijk leeft dat dus en wordt een verbinding gelegd met een evenement wat toen nog niet had plaatsgevonden. En ook hier legt het publiek weer het verband met een andere uitspraak van verdachten. Wat zegt namelijk iemand? Vermeijeren over bewindspersonen waar hij het niet eens mee is. We gaan degene die ons dit onrecht hebben aangedaan opsporen, vervolgen en opsluiten. En dat is wel bijzonder, want ik heb aan verdachten gevraagd, wie had u nou op het oog toen u dit zei? En verdachten zei, ik had ook niemand op het oog. Nou, deze persoon heeft naar aanleiding van de uiting van Vermeijer al wel iemand op het oog, namelijk bewindspersonen, het overheidsgezag. En dit is niet iemand die zich aangespoord voelt, want deze persoon die zegt ook nog, zo denkt deze gek over democratie. Maar het is wel duidelijk dat de samenhang wordt gezien door deze persoon. En dat is de samenhang van het maatschappelijk ongenoegen dat door verdachten is aangewakkerd. Al beginnend met de 2 januari speech waarvan de strekking is, dit jaar moet het gebeuren. We moeten in opstand en in verzet komen. En dat wordt steeds in leven gehouden, uitspraken tijdens andere publieke optredens. Verdachte zelf benoemt de Capitol speech niet. Voor opruiming hoeft dat ook niet. Het gaat erom, of verdachte verweten kan worden, dat hij de suggestie wekt dat een dergelijke situatie wenselijk zou zijn. En dat begint ermee dat het publiek begrijpt wat hij bedoelt. Er zijn rapporten van de NCTV en ik begrijp dat verdachte zegt, daar wens ik verre van te blijven. Maar de NCTV die analyseert informatie die er is en die komt tot de conclusie. En dat heb ik weergegeven in het rectitoor, dat er sprake was van een kleine groep van 20 aanjagers, ongeveer 100.000 ad hoc aanhangers en daartussen 10, 20 mensen die een narratief verspreiden van wantrouwen tegen de overheid en dat dit ook tot extreme handelingen leidt, geweldsfeiten en het publiek vertrouwen in instituties en democratische rechtsorde die doen. Daar is afbreuk aan, mede door complottheorieën. En dat is precies de context waarin verdachte zijn uitingen doet, de wat bredere context. En om dit nou concreet te maken, want dit is een rapport van de NCTV, kunnen niet goed controleren op basis waarvan ze deze conclusies trekken. Ik geloof het wel, maar er hebben ook een aantal strafzaken plaatsgevonden. Voornamelijk hier bij de rechtbank in Den Haag. Het onderzoek Bubri zijn een aantal verdachten veroordeeld voor het runnen van internetjournaals, waarin 1,5 jaar lang werd opgeruid tot geweld tegen de overheid. Dat heeft geleid tot forse gevangenisstraffen en ook hier was het WEF-complot, de WEF-complottheorie, was het narratief de verdachte echt doelbewust verspreid heeft en ook andere personen heeft aangezet tot strafbaar handelen. Ik breng dit naar voren in de sleutel, dat is het. De uitingen van verdachten in de context kunnen leiden tot strafbaar handelen. Max van der B. is veroordeeld tot 5 maanden voor de bedreigingen van Kaag en van Demmink. En op zitting verklaart Max van der B. het volgende. En dat is te vinden in het gepubliceerde vonnis. Op papier is dit nog een democratie, maar het is helemaal niet democratisch. Het volk staat buiten spel. Je wordt gedwongen om niet de democratische weg te bewandelen. Wij geven nooit op. Wij blijven op een liefdevolle manier, maar soms ook boos, mensen duidelijk te maken dat het absoluut onmenselijk en misdadig is. En dit feit was gepleegd nog voordat verdachte de te last gelegde uitingen had gedaan. Uit de beschreven context en de duiding daarvan blijkt het volgende. Vertrouwen in de overheid is niet vanzelfsprekend. De democratie is kwetsbaar. Het ter discussie stellen van de legitimiteit van overheidsgezag is risicovol en bedreigend voor de stabiliteit van de democratie en overheidsgezag.
Ook deze zaak was landelijk nieuws. Dat kan verdachten niet ontgaan zijn. En deze zaken laten zien waartoe mensen in staat zijn die deze uitingen letterlijk en serieus nemen. Komt dat een afronding? Kwalificatie. Opruiing is aansporing. Het is strafbaar indien de suggestie wordt gewekt dat strafbaar handelen nodig, toegestaan of wenselijk is. Het is niet beslissend dat iemand zich tot het feit heeft aangezet, heeft gevoeld. Of voelt op dat moment, maar of de uitingen zodanig zijn dat iemand het erdoor tot het feit gebracht zou kunnen worden. En verdachte is strafbaar op het moment dat hij minst genomen de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er iemand tot het feit gebracht zou kunnen hebben. Verdachte stond midden in de polarisatie. Vanuit zijn rol als politicus wist hij goed wat er speelde. Dat de overheid en het gezag in zijn fundamenten ter discussie werd gesteld. Dat de gemoederen daardoor verhit waren. Zeker in zijn doelgroep. Uit de samenhang blijkt dat verdachte het vertrouwen in de democratie bewust op de hellingen heeft gezet. Uit de context blijkt dat verdachte de uitingen binnen een gepolariseerde en gespannen maatschappelijke situatie heeft gedaan. En zijn uitingen moeten in die beschreven samenhang en context beoordeeld worden. De uitingen van verdachten werden door het publiek als aansporingen tot geweld gezien. Wat ik uw rechtbank wil meegeven is dat de OM reeds tot die conclusie kwam voordat de uitingen van verdachten... voordat daar kennis van was genomen. Die zijn op een later moment zijn die in het dossier gekomen. En toen was de juridische beoordeling, hier is sprake van strafbare opruiing, die was al gedaan. De conclusie is dat het OM vol opzet ziet van verdachten op beide feiten zoals te lasten gelegd. In elk geval heeft verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn uitlatingen anderen zouden kunnen bewegen daadwerkelijk tot gewelddadige acties over te gaan. Dit leidt tot de volgende conclusies van feit 1. Verdachte heeft het uitgangspunt geponeerd dat het stikstofbeleid op valse argumenten en voorwensen is gebaseerd. Het kabinetsbeleid is een oorlogsverklaring tegen de boeren. Verzet daartegen is gerechtvaardigd en zelfs geboden. De boer wordt voorgelogen. Hun grond is nodig voor andere doelen dan stikstofreductie. Dit maakt dat beleid en wetgeving over stikstof en eventuele dreigende toekomstige onteigeningen onrechtmatig zijn en zullen zijn. Geweld tegen eventuele onteigening is daarom toegestaan. En het is sprake van opruiming tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag en tot enig strafbaar feit. En dan feit 2. In de publieke stellingname staat de oproep tot verzet wederom centraal. Verzet is nodig en zelfs geboden vanwege de tyrannieke overheid die ons overheerst of gaat overheersen. Van belang is het karakter van het verzet waartoe verdachte oproept. Geen protest, maar revolutie. Er kunnen dodelijke slachtoffers bij vallen. Verdachte zegt ook wel dat het verzet vreedzaam moet zijn. Maar uit zijn boerenspeech en de toelichting daarop bleek geweld volgens hem onder omstandigheden wel toegestaan. Zijn publiek kon het ook zo opvatten en vatte dit zo op. En ook hier is sprake van opruiming tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag en tot enig strafbaar feit. En wat ook nog meeweegt is het volgende. Al vrijwel direct na de Tuil-speech weet verdachte dat zijn uitlating in ieder geval door een deel van het publiek zijn opgevat als oproep tot geweld. Dat verdachte dit wist, blijkt uit het feit dat hij erop heeft gereageerd. Indien verdachte daadwerkelijk niet wilde oproepen tot geweld, dan had hij de delen kunnen terugnemen, delen moeten terugnemen. Of heel duidelijk maken dat zijn speech echt verkeerd begrepen is. Dat heeft hij niet gedaan. Het werd in Weltschmerz eerder een woordenspel. En daarbij bleef het niet, want daarna kwam nog het verwijt van landsverraad en het interview aan compleetdenkers. En ook na de geweldsinterpretatie daarvan is de reactie van verdachte nog steeds: ik sta achter mijn woorden en ik neem niks terug. Dan kom ik tot de conclusie, geachte leden van de rechtbank, mevrouw de advocaat en meneer Van Meijeren, dat verdachte strafbaar feiten heeft begaan. En dan moet beoordeeld worden of vrijheid van meningsuiting verdachte zodanig beschermt dat hij de uitingen wel zou mogen doen. En nou kijk ik eventjes naar de procesdeelnemers. Hoe ik hier doorheen zou moeten gaan. Ik kan het in zijn geheel voordragen. Ik kan ook richting een conclusie gaan en kijken welk verweer er gevoerd wordt. Ik zie de raadsvrouwen knikken dat laatste de te bewandelen weg is.
De vraag die beantwoord moet worden of zo'n veroordeling van verdachten in strijd zou zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting. Ik benoem de advocaat-generaal Keulen in de Haagse Schilderswijkzaak, die duidelijk maakt wanneer er sprake kan zijn van beperking van de vrijheid van meningsuiting. En het Europese Hof heeft geoordeeld dat lidstaten een ruime beoordelingsmarge hebben bij het beperken van uitingen die de sociale stabiliteit in gevaar kunnen brengen. Dan is Perinsek tegen Zwitserland van belang. En daarin worden drie criteria opgeschreven, geformuleerd, wanneer vrijheid van meningsuiting beperkt kunnen worden. En dat is het geval bij een call to violence en ook bij hate speech. En ik kom tot de conclusie dat er sprake is dat de drie geformuleerde criteria, dat die positief ingevuld moeten worden. Want van belang is ook hier weer de context waarbinnen verdachte de uitlating heeft gedaan. Dat betekent dus dat in beginsel een veroordeling dat vrijheid van meningsuiting een veroordeling niet in de weg staat. En dan moeten we beoordelen, verdachte is een politicus. Krijgt hij daardoor toch nog extra ruimte? Want het Hof van het arrest van het Europese Hof Castel tegen Spanje stelt het Hof heel duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting van groot belang is voor gekozen volksvertegenwoordigers. Dat geldt zeker voor leden van de oppositie. En dat is verdachte. Maar die vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. En dan komen we aan bij het Velter-arrest. En dat is wat mij betreft de kern van de beoordeling. Dat de Hoge Raad zegt in dat arrest, een politicus moet in staat kunnen zijn om zaken van algemeen belang aan de orde te stellen. Ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, schokken of verontrusten. En tegelijkertijd wijst de Hoge Raad in dat arrest ook op de verantwoordelijkheid die de politicus draagt om te voorkomen dat er uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en de grondbeginselen van de rechtsstaat. Het gaat dus om een belangenafweging. En indien uw rechtbank komt tot een bewijsverklaring van aan verdachte te lastgelegde opruimingen, dan is er sprake van aanzetten tot geweld. En de rechtspraak van het Europese Hof trekt daar een heel duidelijke grens. Politici moeten de ruimte krijgen om het electoraat te kunnen bereiken, maar wel binnen de grenzen van een democratische rechtsstaat. En het Europese Hof heeft er meermalen nadrukkelijk op gewezen dat politici moeten voorkomen dat ze reacties uitlokken die onverenigbaar zijn met een vreedzaam sociaal klimaat of het wantrouwen van de mensen in democratische instellingen ondermijnen. En oproepingen die hier strijdig mee zijn, worden niet beschermd door het Europese Hof. Het OM oordeelt dan ook dat de beperking van de vrijheid van meningsuiting van verdachten gerechtvaardigd wordt door de noodzaak om de openbare orde in deze zaak te beschermen. Dan kom ik bij strafmaatoverwegingen. Verdachte heeft vanuit zijn rol als politicus twee keer opgeruid in de context van verhitte gemoederen als gevolg van maatschappelijk ongenoegen. Verdachte wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de verhitte gemoederen. Hij maakt er deel van uit en voedt deze bewust. Tegen de achtergrond zegt Van Meijeren dat de burger het recht, zelfs de morele plicht heeft om in opstand te komen tegen de vermeende tyrannieke overheid. Verdachte heeft die oproep tot opstand, tot verzet, tweemaal ingevuld door op te ruien tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Verdachte blijft bij zijn bewoordingen en neemt er geen afstand van. En dat is nogal wat. Juist voor een politicus die in een rechtsstaat ruim baan krijgt om zijn mening te uiten, zeker als oppositiepoliticus, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen dat er uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en grondbeginselen van de rechtsstaat. Vastgesteld moet worden dat verdachte deze verantwoordelijkheid naast zich neer heeft gelegd en dat ook blijft doen. De aard en ernst van de feiten maakt dat aan verdachte een straf moet worden opgelegd en het dient een geheel onvoorwaardelijke straf te zijn. Ten aanzien van de strafmaat moeten volgens de OM de volgende omstandigheden meewegen. Het bereik van verdachte is groot. Verdachte presenteert zich als gezaghebbend. Het publiek ziet hem ook zo. Verdachte volhardt in zijn uitspraken. Verdachte heeft de uitspraken gedaan in de context van maatschappelijke onrust en verhitte gemoederen. Boeren voelden zich bedreigd in hun bestaansrecht en reageerden emotioneel en ook met misdrijven. En ook breder, het anti-overheidssentiment broeide en leidde tot onrust en tot misdrijven. Verdachte was zich hier bewust van. Hij stookt. Verdachte sport. De publieke functie van verdachte is ook van belang voor de strafmaatoverweging.
Verdachte heeft de uitspraken gedaan als politicus. Hij krijgt dus veel ruimte, dat is ook van belang. Maar hij heeft ook verplichtingen. En die verplichtingen, daar heeft hij niet aan voldaan. En als je dan de ruimere grens overgaat die je hebt, dan weegt dat zwaar. Zeker als je daarmee handelt in strijd met belangen van de democratische rechtsorde. En dan de aard van de opruimingen. Waartoe spoort verdachte aan? Verdachte spoort aan tot geweld tegen de overheid indien de boerenbedrijven onteigend zullen worden. En verdachte spoort aan tot het optrekken naar het parlement dat zo lang moet duren tot de regering weg is. Een revolutionaire beweging waarbij ook dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Er is kennelijk sprake van een geweldscomponent en geen vreedzaam verzet. Dat maakt de strafbaarstellingen van opruiming door de artikelen 121, 95, 95, 88 bis in beeld komen. En daar waar de boerenspeech en het verzet en het toegestane geweld nog zag op een concrete situatie, onteigening, is het bij compleetdenkersinterview algemener en verstrekkender van aard. De regering moet vallen. De democratie functioneert niet meer. Er is zelfs geen sprake meer van. Verdachte hoopt op een revolutionaire beweging en neemt slachtoffers op de koop toe. Met name door de combinatie van de revolutie en de acceptatie dat daarbij slachtoffers kunnen vallen, roept verdachte het beeld op van een gewelddadige situatie. Ook het publiek vatte dit zo op. Bovendien wist verdachte dat de boerenspeech door het publiek al was opgevat als oproep tot geweld. In beide gevallen is sprake van opruiming tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag in een antidemocratische context. En dan vorder ik u verdachte te veroordelen tot een geheel onvoorwaardelijke werkstraf van 200 uur. Te vervangen door 100 dagen hechtenis bij het niet uitvoeren van deze werkstraf. Dank u wel. Voorzitter, leden van de rechtbank, meneer de officier, mevrouw de griffier, geachte aanwezigen. De vrijheid van meningsuiting is niet slechts een recht. Het is de hoeksteen van een functionerende democratie. Het is het fundament waar andere vrijheden uit voortkomen en op rusten. Zonder deze vrijheid kan een samenleving niet dynamisch en weerbaar zijn. Zonder deze vrijheid kunnen ideeën niet botsen en kan de waarheid niet zegevieren. Zonder deze vrijheid is er geen mogelijkheid om de macht ter verantwoording te roepen en zouden we weerloos zijn tegen pogingen om ons te onderdrukken. Als volksvertegenwoordiger vertegenwoordig ik een deel van het Nederlandse volk dat met mij de sterke overtuiging deelt dat we in een tijd leven waarin de fundamenten van de democratie en rechtsstaat ernstig zijn aangetast. Als lid van de oppositie voel ik bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid om kritisch te zijn op de zittende macht, deze te controleren, misstanden aan de kaak te stellen, corruptie bloot te leggen en te waarschuwen voor wat ik zie als totalitaire tendensen binnen onze samenleving. Het is niet alleen mijn taak, maar ook mijn plicht om de stem van de minderheid te laten horen en op te komen voor de vrijheden van alle Nederlanders wanneer die onder druk staan. Dat is geen plicht die ik lichtvaardig opneem. Het is een roeping die ik volg met passie en toewijding. Ik spreek luid en duidelijk, ook wanneer mijn woorden controversieel zijn of schurend zijn. Ook wanneer mijn woorden om die reden zouden kunnen choqueren of verontrusten. Daarbij respecteer ik te alle tijden de grenzen van het recht. Ik roep op tot bewustzijn, maar nooit tot geweld. Niet omdat dat nu eenmaal niet mag, maar omdat ik het gebruik van geweld ten diepste afkeur. Het voelt daarom onwerkelijk dat ik hier vandaag sta, omdat ik ervan beschuldigd word te hebben opgeroepen tot geweld tegen de overheid. Aangezien ik altijd en overal, zelfs in de optredens waar ik de gevraagde uitspraken heb gedaan, oproep tot vreedzaam en dus geweldloos verzet,
Kunnen deze beschuldigingen alleen maar voortkomen uit een doelbewuste misinterpretatie van mijn boodschap? Hoewel ik op voorhand al geen vertrouwen kan hebben in een eerlijk proces, in mijn preliminaire verweer heb ik al uitdrukkelijk onderbouwd waarom daar op dit moment al geen sprake meer van kan zijn, maak ik graag van de gelegenheid gebruik om mezelf te verdedigen tegen de valse beschuldigingen aan mijn adres. Ik zal beginnen met het beoordelen van de te lasten gelegde feiten. Daarna ga ik in op de context zoals die door het Openbaar Ministerie is geschetst. Vervolgens besteed ik aandacht aan de strekking van mijn uitspraken en ik sluit af met een conclusie. Maar ter inleiding zou ik graag willen verzoeken om nu bron 22 uit het dossier af te spelen. Dat is? Dat is het stuk dat ik heb. Ja, ik heb hem doorgenummerd naar 22. Dat noemt u bron 22, dat is goed. Nederland gaat op slot. Vaccinatie is de weg die ons uiteindelijk uit deze crisis moet leiden. Zet ze allemaal op een eiland en dan laat ze het maar zien. Dat kan natuurlijk niet. Dat zou een ideale oplossing zijn. We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm. We weten namelijk inmiddels vrij goed waar ze wonen. Vrij precies eigenlijk per postcode weten we waar ze wonen en we weten ook vrij goed. Voorzitter, ik distancieer mij van de gedachte dat er zeer groot of wreed fysiek geweld gebruikt wordt tegen demonstranten. Ik vind, en ik herhaal dat, dat onze politie zich uiterst beheersend adequaat opstelt. Een vrouw wordt door een agent in burger tegen een politiebus geduwd. Van deze plek weg. Deze beelden gingen de hele wereld over. Is het überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit en naar die wedstrijd kijken en die schreeuwen. Ik word afgevoerd als een crimineel, omdat ik wat mensen te eten geef buiten. Ik word geslagen, mijn arm wordt bijna gebroken. Het is echt een fucking belief dat dit in ons land kan gebeuren. En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Om toegang te krijgen in de horeca heb je een QR-code nodig. Wie is allemaal gevaccineerd? Wie is allemaal gevaccineerd? Ik ben gevaccineerd. Wie is allemaal gevaccineerd? We moeten. Ik heb je altijd gezegd, broer, je moet je vaccineren. Nu kan je nergens meer zitten. Ga gewoon vaccineren. Diegenen die denken dat de wereld van voor corona terugkeert precies zoals die toen was, die leven in een illusie.
En dat biedt dus op in elkaar kansen om opnieuw na te gaan denken hoe de wereld er na deze crisis uitziet. Nee joh, hey, wapens jongen, wapens! Hey, holla, rij weg jongen, rij weg! Wapens is daar! Anonieme accounts worden gebruikt om de reputatie van publieke figuren te schaden. We hebben de afgelopen jaren zelfs berichten gezien waaruit duidelijk werd dat ook overheidsdiensten zoals de NCTV onder leiding van Dick Schoof destijds anonieme accounts inzetten op Twitter in strijd met de wet, wat destijds door de heer Schoof prima werd geacht. Nogmaals, ik vraag u, meneer de voorzitter, om deze reacties niet als enige vorm van bewijs te beschouwen, zonder dat er concrete bewijzen zijn over de identiteit en intenties van deze anonieme post. Dus simpelweg onmogelijk om conclusies te trekken over de invloed van mijn uitspraken op deze reacties. Een veroordeling van mij zou een gevaarlijk precedent scheppen en de deur openen voor verdere onderdrukking van kritische stemmen. Daarom verzoek ik u dringend, in het belang van de bescherming van onze democratische waarden en vrijheden, om mij vrij te spreken van de beschuldigingen van opruiing. Uw uitspraak zal niet alleen mijn lot bepalen, maar ook het lot van de vrijheid van meningsuiting en daarmee het lot van de democratische rechtsstaat. Dank u wel. Dank u. Mevrouw Petkova, we hebben uw pleit nou eens ontvangen. Meneer Van Meijeren, we zijn bijna aan het einde gekomen van de behandeling van uw zaak. En u heeft als verdachte heeft u het laatste woord. Wilt u daar gebruik van maken? Graag. Ik overleg even, vindt u het goed als cliënt gaat staan bij het laatste woord? Normaliter wordt het daar natuurlijk prachtig blijven zitten. U mag zelf weten welke houding u aanneemt. U mag blijven zitten, wat ons betreft, u mag ook gaan staan. En ik vertrouw erop dat u het kort en bondig kan houden. Dank u wel. Voordat ik de politiek in ging, leidde ik een comfortabel en anoniem bestaan. Ik had een rijk sociaal leven, een gerenommeerde opleiding afgerond en was succesvol in mijn carrière als jurist met een veelbelovende toekomst in een vooruitzicht. Toch maakte ik me grote zorgen. Niet om mij als persoon, maar om de richting waarin ons land zich bewoog. Ik zag Nederland veranderen op een manier die indruist tegen de belangen van het Nederlandse volk en besefte me dat dit voortkwam uit een gebrek aan democratie. Toen Forum voor Democratie werd opgericht als politieke partij met als belangrijkste doel de democratie te herstellen, voelde ik me geroepen om me bij deze partij aan te sluiten. Ik begon als vrijwilliger, later werd ik gevraagd om als juridisch adviseur voor de Tweede Kamerfractie te werken en uiteindelijk ook om parlementariër te worden. Ik was me bewust van de risico's om veel kwijt te raken. Door een publiek ambt te bekleden wist ik dat ik mijn anonimiteit zou verliezen. En als gezicht van een partij die de gevestigde orde uitdaagt en omstreden onderwerpen niet schuwt, wist ik ook dat ik het mikpunt zou worden van spot en vijandigheid. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat echte verandering alleen kan worden bewerkstelligd door mensen die bereid zijn om ook offers te brengen. En gedreven door een gevoel van
plichtbesef en de overtuiging dat ik een verschil kan maken, besloot ik deze roeping te volgen. Sinds ik deze stap heb gezet, is mijn leven ingrijpend veranderd. Naast de enorme hoeveelheid steun en waardering die ik gelukkig ontvang van onze fantastische achterban, heb ik helaas ook veel te maken met ernstige doodsbedreigingen, voortdurende demonisering en in een enkel geval zelfs met fysiek geweld. Slechts vanwege mijn politieke opvattingen die erop gericht zijn de democratische rechtsstaat te herstellen. Desondanks heb ik nooit, ook maar een seconde, overwogen om op te geven. Daarvoor staat er eenvoudigweg te veel op het spel. Ik voer deze strijd niet uit eigen belang, maar voor het herstel van de democratische rechtsstaat. En als ik zou zwichten, zou ik niet alleen mezelf en mijn principes verloochenen, maar ook mijn vaderland en alle mensen die samen willen bouwen aan een rechtvaardige samenleving. Dat ik nu ook strafrechtelijk word vervolgd vanwege mijn mening, betreft een nieuw dieptepunt. Maar ongeacht de uitkomst van dit proces, zal ik de strijd voor het herstel van onze democratie onverminderd hard voortzetten. Ook een eventuele veroordeling in dit politieke proces zal niet leiden tot het einde van mijn missie, maar zal ik juist beschouwen als een bevestiging van de noodzaak om door te gaan. Voorzitter, leden van de rechtbank, ik sluit af met een dringend beroep op u om naar eer en geweten recht te spreken. U oordeelt in deze zaak niet alleen over mijn lot, maar over de vrijheid van meningsuiting van alle Nederlanders en daarmee over het fundament van vrijheid. Dus laat uw beslissing voortkomen uit de waarheid en laat het recht zegevieren. Dank u wel. Dat was wat u wilde zeggen. Dat mooi gezegd. Ik sluit het onderzoek. De rechtbank gaat er goed over nadenken. En zal uitspraak doen over 2 weken. En dat is op 11 juni. Dinsdag 11 juni. Om 1 uur 's middags. In een van de zalen hier in het paleis. Daar mag u bij aanwezig zijn. Dat hoeft niet. Dat heeft geen invloed op de uitkomst. Maar uiteraard zal er publiekelijk uitspraak worden gedaan. Daar zal ook een zaal voor beschikbaar zijn om 1 uur dus. Dat is het. Het was een lange dag. Veel gezegd, veel gehoord. Gaan we goed over nadenken. En ik wens iedereen een goede thuisreis. Ja? Dan kunt u nu weer gaan. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Normaal maken is nog niet normaal. Every nation, blauwe lucht. In every region, now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je, alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.